Hier op de A12 is een vrij ernstig ongeval geweest met drietal vrachtwagens, een busje met personen en een personenwagen. En hoeveel gewonden zijn daarbij gevallen? Er zijn 8 personen gewond geraakt. Hoe zijn zij aan toe, weet u dat? Nou, 1 persoon is in ieder geval met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Daarna is nog 1 persoon naar het ziekenhuis overgebracht. En de rest van de gewonden zijn ter plaatse behandeld en gezien door de ambulancedienst. Ja, een traumahelikopter is ook geland. Waarom is dat gebeurd? Nou, de trauma wordt met een hoog energetisch ongeval standaard gealarmeerd. En gezien de omvang en de vrachtauto's is dit voorzorg gealarmeerd. Ja, er is ook na een traumahelikopter een politiehelikopter gekomen. Waarom is dat? Nou, de politiehelikopter is door de politie ingezet om een beeld te schetsen van bovenaf. Wat is er nu gebeurd? Dat is nu net gebeurd. En na het ongeval, als alles schoon is, dan zullen ze waarschijnlijk nog een keer een beeld schetsen. En de verkeersongevallendienst krijgt dan een totaalbeeld. De snelweg is dicht. Wat heeft dat voor een gevolgen? Ja, de snelwegen zitten dicht. En het leidt nu tot een verkeersinfarct. Vandaar dat er ook door de brandweer is opgeschaald naar grip 1. En dan vindt er een gecoördineerd overleg plaats tussen alle hulpdiensten. Het is een grensgebied. Zijn dan hulpdiensten uit Duitsland bij betrokken? Nee, er zijn geen hulpdiensten uit Duitsland bij betrokken. Duitsland is wel geïnformeerd, zodat ze het verkeer eerder de weg af kunnen voeren. En de ravage is groot. Er ligt ook brandstof op het wegdek, zag ik net. Hoe lang gaat dat allemaal duren? Ja, door het ongeval zijn er een tweetal dieseltanks lek geraakt van de vrachtauto's. Nou, dat moet naar de hand schoongemaakt worden. En dat zal zeker, wat ik begrepen heb van Rijkswaterstaat, tot zeker 1 uur duren. Ja, ook zag ik dat de vrachtwagens opengeknipt werden. Waarom gebeurt dat? Nou, ook willen we weten wat zit er in die vrachtauto's. En moeten daar maatregelen voor getroffen worden, dan kunnen ze dat gelijk oppakken. Valt er iets te zeggen over de oorzaak? Nee, daar valt nog niks over te zeggen. Tot slot, zulke grote ongevallen gebeuren hier niet zoveel. Hoe bijzonder is dat? Dit is een vrij ernstig ongeval. Hoe dat komt, dat kan ik niet zeggen. Je weet niet wat er gebeurd is.